Lieve mensen, prachtig om te zien hier vanaf deze podiumwagen hoe het plein hier vol staat. Ene Jeroen Pauw zou misschien zeggen, we gaan beginnen. Hey, jij, zeg, heb je het al gehoord? Ze zeggen dat hij leeft. Ze zeggen dat een man de dood heeft overwonnen. Iemand die de dood heeft overwonnen. Dat is toch gek? Dat is toch raar? Of moeten we zeggen, dat is eigenlijk best bijzonder. Zo mag je het zien. Maar iemand die de dood heeft overwonnen, dat kan natuurlijk niet. Dat is toch Gods onmogelijk? Dat zou net zo onwerkelijk zijn als dansen op een vulkaan, als wandelen over het water, of water in wijn veranderen. Dat zou nog wat zijn. Voor de horeca hier in Lichtenvoorde. Water in wijn veranderen. Ze zeggen, ach, mensen zeggen soms zoveel. Wie het weet, die mag het zeggen. En laten we daar in Gods naam geen ruzie over maken. Alsof er al niet genoeg narigheid in de wereld is. De wereld is in beweging. Er is onrust. Onzekerheid bij mensen. Er zijn oorlogen. Aanslagen, terreur. Mensen op de vlucht. Mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Mensen op de vlucht voor anderen. En anderen misschien voor zichzelf. We zien de muren groeien van buitensluiting. Mensen worden buitengesloten, keihard buitengesloten. Vanwege hun afkomst. Vanwege hun herkomst. Gewoon omdat ze er anders uitzien. Of dat iemand hen dat niet aanstaat. Mensen worden buitengesloten. Vanwege hun geaardheid. Mensen zeggen soms zoveel. Wie het weet mag het zeggen. Maar wie hoort er in een wereld vol wild geschreeuw nog de stem van de stillen? En de mensen die geen stem hebben. Wat gaat er gebeuren in de wereld? Wat gaat er gebeuren in ons dorp? Wat gaat er gebeuren in onze straat? Is het ieder voor zich? En hoe zat dat ook alweer? Met God voor ons allen. Ja, waar is Hij eigenlijk? Waar is die God? Is Hij de grote afwezige in het spel om de macht? Of gaat het bij Hem anders? Zoekt Hij het misschien in het kleine? In gewone mensen, zoals wij. Vanavond volgen wij een man met een missie. Hij kiest ervoor om niet langs de zijlijn te blijven staan, ook als hem dat de kop kost. Hij kiest voor mensen. De nieuwe wereld van God noemde hij dat. Een andere wereld, waar mensen gezien zijn. Niet passief, maar met passie. En wij? De wereld is in beweging. Wat doen wij? Wat doe jij? Blijf je passief? Of ga je voor de passie? Ja, wat zou jij doen? Wat zou je doen? Dit is Passion Lichtenvoorde. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de
zoon viel in slaap met de vrouw. Heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je vinden als je dagen van zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Een hartje van een kind is zo breekbaar als porselein. Dus neem de tijd om het even te horen. Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren. Iedereen heeft een recht op een eerlijke leven. En we kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans en bieden ze hulp. Hou je kop in je hoofd en kruip niet in je schuld. Steek je handen in elkaar, want dan staan we sterk. Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk. Wat zou ik doen? Als ik leefde in tenten, zou ik smikken bij degene met de centen. En joh, hoe erg zou het zijn om niet te leven? Of kan ik dan hem helemaal niets op geven? Zie hoe het lichter worden mij, wat liefde, vragende, hartige. Leven in vrede, en dan voor allemaal. Maar spreken mensen nog dezelfde taal? Dit is het verhaal van het leven van Jezus van Nazareth. Van wie? Het is lang geleden. Een oud verhaal. Maar ook ontzettend een verhaal van nu, want het gaat over vriendschap. Nou, dat is van alle tijden, toch? Het gaat ook over verraad. Dat is ook van alle tijden. En het gaat over sterven. Sterven aan het leven. Wat een ellende. Dat niet alleen. Want die Jezus van Nazareth, die wist namelijk ook mensen te raken. God, wat wist die mensen te raken. Niet waar, Petrus? Ja, de hele nacht hadden we zitten vissen. En wat denk je? Niks. Helemaal niks. En toen stond hij daar. En hij vroeg me of hij vanuit mijn bootje de mensen mocht toespreken. Oh, mooie woorden had hij hoor. Maak je geen zorgen over wat je zult eten. Je leven is veel belangrijker dan eten. En kijk naar de bloemen, hoe God ze laat groeien. En jullie zijn zoveel belangrijker. Ja. En maak je liever druk over Gods nieuwe wereld. Dan zul je genoeg hebben. Ja. En Judas, maak je geen zorgen over eten. Nee, maak je geen zorgen over eten. Ja. Hij had makkelijk praten. Maar wij hadden niets gevangen. De hele nacht helemaal niets. Nee, en toen gebeurde er iets. Alsof hij mijn gedachten kon lezen. Ga verder het water op en gooi je netten uit, zei hij. Voordat we het wisten. Zaten de netten vol vis. Zo vol dat we er bang van werden. Wat gebeurt er toch? Wie is die man? Simon. Ik zei nog, maak je geen zorgen. Denk je daar nu nog steeds aan? Luister, Simon. Er gaan grotere dingen gebeuren. Groter dan een net vol vissen. Neem dat van mij aan. En bovendien, jouw naam gaat Petrus worden. Rots. Een rots in de branding. Dat moet jij zijn. En hou vast voor de mensen. Ja? Dus vergeet die vissen. Een mensenvisser. Dat ga jij worden. Er zijn zoveel mensen die naar adem snakken. En God wil een nieuwe wereld. God wil dat de mensen lucht krijgen om te leven. Spirit. Bezieling. Geestkracht. Ja? En ik heb jullie daarbij nodig. God heeft jullie daarbij nodig. Ja, jij ook, Judas. Kom, ook jij bent onmisbaar. Zeg me, heer, wat moet ik doen? Een nieuwe wereld? Ja. Dat zou prachtig zijn. Ja. Voor geen zilver. Wat zeg ik, voor geen goud zou ik dat willen missen. Mm-hmm. Op mij kun je rekenen. Fijn. Samen zijn we sterk. Thank you.
vuil en verdriet op deze wereld ze dier voelt schijnen. Maar dit is mijn wereld niet. Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd. Ik heb een heel andere wereld, duizend keer mooier. Maar de mensen proberen om het niet te verklooien. Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd. Een heel andere wereld. Wat stellen we ons daarbij voor? Jezus had het er vaak over, over die andere wereld. En dat spreekt mensen aan. Kunnen we ons wel iets bij voorstellen, denk ik. En dat maakt van Jezus een bekende verschijning. Daar had hij geen Facebook of Instagram voor nodig. En zo wordt Jezus een regionale bekendheid. Mensen willen hem zien. Ze willen hem horen. Ze willen erbij horen. En dan komen ze daar. En sommigen willen hem aanraken. In de hoop dat hij hen kan helpen. Want dat is het. Het is niet alleen dat wat Jezus zegt. Het is ook wat hij doet. Jezus verricht wonderen. Een teken van de kracht van God noemt hij dat. Neem dit moment, het moment dat er een groep melaatsen aankomt. Melaats, vreselijke huidziekte, rinkelend met een bel, want oppassen, melaatsen. Ja, melaatsen, daar wil hij wel een stap voor opzij doen. Als je melaats was, dan werd je niet gezien. Nee, sterker nog, je werd genegeerd, ontweken. Als je melaats was, dan was je ook nergens welkom. Maar ja, ook deze melaatsen hadden van Jezus gehoord. En Jezus is anders, zei men. Hé, hey, kijk. Is dat niet die Jezus? Ik heb gehoord dat hij wonderen kan doen. Jezus, meester, ja. Heb medelijden met ons. Help ons, help ons, help ons. Mensen, heb vertrouwen. Geloof me, God heeft jullie gezien. Weet je, ga naar de priesters. Die zullen zien dat jullie genezen zijn. Jullie kunnen overal weer aan meedoen. De wereld ligt voor jullie open. Vertrouw me en geloof me. Ja? Ga maar. Dag. Hé, kijk. Mijn handen. Het is waar. Ja. Jezus heeft ons genezen. Ja, mooi. Ja. En ze zijn genezen. Hoe doet hij dat? Ja. Zo doet die Jezus dat. Als je in hem gelooft, dan zal die je genezen. Zelfs de melaatse. Ja, die Jezus is echt meer als zomaar een mens, hoor. En het past zo bij hem. Dat hij juist die mensen die door anderen niet gezien worden erbij weet te halen. Zijn nieuw leven geeft. Zomaar een nieuw leven geeft. En dat is misschien nog wel het grootste wonder. Hij geeft ze weer hoop. Hij geeft de mensen weer moed. En kracht. Hij geeft ze nieuw leven. Ja, want mensen zo buitensluiten, zoals deze melaatse, dat doen wij toch niet meer? Oh nee? Kom erbij. Alias, Hoeré, Carine en Christina. Ja, ik ga hier tussen jullie instaan. Jullie zijn gevlucht uit jullie eigen land. Alias, waarom? Ja, voor mijn land oorlog in ISIS. Dat ben ik gevlucht. En Hoeré? Ja, er is oorlog in mijn land. En daarom gevlucht. En Christina? Voor de oorlog. Carine? Voor de oorlog in Angola. Ja, ja. Hoe is dat gegaan, die vlucht? Ik ben met lopen de grens overgaan van Eritrea naar Ethiopië. Toen
op van de trek truck. Ook met een bootje? Ja, nee, met de truck. Met de truck vrachtwagen. Door Sudan in Libië. Ik met de boot ga naar Italië. Dat was heel gevaarlijk. Ja. En Alias? Ik heb alleen gevlucht 7 jaar geleden. In Turkije naar Griekenland, in Griekenland naar heel Europa. In vrij land zoeken. En is het nog moeilijk, Carine, die vraag voor jou? Ja, omdat ik leef tussen 2 werelden. Mijn werelden Angola en werelden voor mijn kinderen Nederland. Christina? Ik woon met mijn man, met mijn kinderen, met de 2 kinderen in Lichtenvoorde. Mijn kinderen mochten hier blijven, maar ik moest terug. Ik was heel moeilijk, heel bang om opgepakt te worden. En dat ik zonder de kinderen moest terug. Dat duurde bijna 8 jaar. En hoe ziet de toekomst eruit, Alias? Ja, van mijn familie in Turkije wonen in tenten. En hun kinderen niet naar school. Maar gelukkig ben ik hier werken en mijn kinderen naar school. En jij werkt als? Wat is jouw werk? Schilder. Ja. En ik hoop een goede toekomst. Ja. Hoop op een goede toekomst. Na te zijn gevlucht. Dank jullie wel. Neem weer plaats. Ja, vluchten en buitengesloten worden heeft natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Wat geeft toch de ene mens het recht om tegen de ander te zeggen: jij hoort er niet bij. Jezus had er een hekel aan als dat gezegd werd. En zouden we daar niet allemaal een beetje meer van moeten hebben? Dan hoeft geen mens meer op de vlucht. Zware wolken pakken zich nu samen. Je overaf laatste streepje licht. Je ziet de schaduw van je vingers. Ze wijzen allemaal naar jouw gezicht. Alles wat je zoekt, dat komt terecht. En alles wat je wenst. En daarnet zei ik, die Jezus is een regionale bekendheid. Maar het gaat zo snel. Landelijk bekend is hij inmiddels. Als Jezus naar Jeruzalem gaat om daar Pasen te vieren, dan loopt de hele stad voor hem uit. Ja, zie het maar als een soort koningsdag. Iedereen wil daar naartoe, naar Jeruzalem, om daar Pasen te vieren. Maar iedereen wil vooral ook even die Jezus zien. Of liever nog hem even aanraken. Hé. Hey. Ah, Jezus! 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 Hey. Jezus! Hey. Jezus! 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 Hey. Jezus! Jezus! Hey. Ja, Jezus is populair. Hey. En sterker nog,
De mensen zien in hem een nieuwe koning. Jongens, jongens, wat een feest. Wat een feest, moet je eens even kijken. En iedereen doet mee, wat een menigte. Wat een menigte. Leve de koning, leve de koning. Ha. Het is een godsgeschenk, zeg ik je. Echt waar. Oh, vrede op aarde. Ja, maar daar wringt het dus. Nieuwe koning. Het zijn de Romeinen die de baas zijn in het land. En dan heb je ook nog de Farizeeën, de geestelijke leiders. Die zien dit allemaal met argwaan aan. Die Farizeeën die zien Jezus als een bedreiging voor hun macht. Ja, kijk, daar staan ze. En een van de vrienden van Jezus heeft dat trouwens in de gaten. Dat is Judas. Vrede op aarde. Baas in eigen land. Nou zal alles anders worden. En wij, wij mogen erbij horen. Lang leven onze koning. Een gouden toekomst gaan we tegemoet. Zo waar mijn naam Judas is. Kijk de mensen juichen. Oh, wat een feest. Ongelooflijk. Wat een koning. Ongelooflijk. Jongens, kom toch. De stad staat op zijn kop. Maar goed, die Farizeeën die vieren dat feestje dus niet mee. En er is nog iemand die niet mee viert. Dat is Maria, Jezus' moeder. Haar gedachten dwalen door de tijd. Hé, hey, hoe oud zijn jullie? Kom eens. 12? Dat is net zo oud als Jezus was toen we hier in de stad aankwamen. Jozef, Jezus en ik. 12. Dan mag je meepraten in de tempel, hè? Nou, dat hebben we geweten. Ineens was Jezus weg. Nou, we hebben overal gezocht. We werden steeds ongeruster. En waar denk je dat we hem vonden? Nou, in één keer goed. In de tempel. Hij was druk in gesprek met wetsgeleerden. He? En iedereen stond versteld over wat hij zei en wat hij vroeg. Nou, wij waren natuurlijk heel blij dat we hem gevonden hadden. Hè? Ze zeiden, Jezus, waar was je, jongen? We hebben je overal gezocht. We zijn hartstikke ongerust. En wat denk je dat hij zei? Tijd vergeten? Dat hij niet aan ons had gedacht? Ja, dat had hij moeten zeggen, hè? Jullie weten dat. Maar weet je, volgens mij is het tijd dat jullie ook naar huis gaan. Anders worden jullie ouders ook ongerust. Ga maar gauw. Want ik ben de tijd vergeten of ik had niet aan jullie gedacht. Dat zei Jezus niet. Waar ik me achteraf de meeste zorgen over maakte, was eigenlijk zijn antwoord. Toen we zeiden dat we zo ongerust geweest waren. In alle kalmte zei hij, waarom hebben jullie zo druk gemaakt?
Jullie konden toch weten dat ik gewoon bezig was met de dingen van mijn vader? De dingen van God? Nou, welk kind zegt nou zoiets? En toen begon ik me pas echt zorgen te maken. Mijn jongen, wie ben je? En nu? Wat gebeurt er allemaal? Al die mensen maar juichen. En jij staat maar voor iedereen klaar. Maar wie is er voor jou? Als jij het nodig hebt. Bij wie kan jij schuilen? Wie ziet er nog meer jouw zorgen? Je staat te dralen bij de deur, ik mis je nu al. Ik geef een kus en dan je sleutels en je nek. En dan je tas en nog een kus, ik mis je nu al. Toch ben ik elke keer weer blij als jij vertrekt. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is. Oh, dat jij bestaat. Is Maria de enige die ziet dat het niet alleen maar halleluja is? Als er tegenslagen komen, dan heb je iemand nodig die er voor je is. Zoals een moeder. Of een vader, een vriend, een vriendin. En wat doe jij eigenlijk als je merkt dat iemand het moeilijk heeft? Ben je misschien bang om iets verkeerds te zeggen, dus stap achteruit, passief? Of sta je op en schiet je te hulp, toon je compassie? En is dat misschien wat bij Jezus opstanding heet? Geloven in meer. Geloven in elkaar. Geloven in kracht om niet bij de pakken neer te zitten. En want het kan ook ons overkomen. Tegenslag. Slecht nieuws. Soms heel slecht nieuws. Kijk maar naar het verhaal van Lars. Hey, hallo. Mijn naam is Lars Krabbenborg. Ik ben 31 jaar en ik wil jullie graag meenemen in mijn verhaal. Niet zo'n leuk verhaal. Het gaat ongeveer 10 jaar terug. 10 jaar terug heeft mijn vader te horen gekregen dat hij de ziekte van Huntington draagt. Huntington is een ziekte wat zich uit op verschillende manieren, verschillende symptomen, waaronder de symptomen van ALS, Parkinson en Alzheimer. Dit was 10 jaar geleden, toen was ik dus 21. Dacht ik er niet over na, ach, dat komt wel. Ik ben nog jong, ik maakte me druk om heel veel andere dingen. Tot ongeveer een aantal jaren terug. Ik heb me toen laten testen. Ik was toen 29. Dan ga je toch over andere dingen nadenken. Over eventueel toekomst, wel of geen kinderen. Toen heb ik me laten testen. En uiteindelijk was het 19 mei 2016. Het is niet zo dat ik graag met mijn gezicht in de krant wou of bekendheid wou, omdat ik iets heb wat niemand wil. Maar het heeft me wel gebracht dat ik ondertussen 100.000 euro heb ingehaald. 100.000 euro door verschillende acties, Glazenhuis Marievelde, benefietconcert, op mijn scholen waar ik werk, 2 acties,
En daarnaast al die donaties van al die mensen. Ik kreeg kaartjes thuis. Ik kreeg geld thuis. Allemaal omdat ik er bekendheid aan heb gegeven. Bekendheid aan deze verschrikkelijke ziekte. Het moet stoppen. Er moet een geneesmiddel komen en dat is mijn doel. Vandaar deze stichting. Het heeft me heel veel gebracht. Ik hoop dit nog door te kunnen zetten tot er een medicijn komt. Wat ik jullie mee wil geven, ook al heb je slecht nieuws, ook al krijg je iets te horen wat niet leuk is, wat je niet fijn vindt. Na regen komt er altijd zonneschijn. Dat is de missie van Lars. En ook Jezus is een man met een missie. En het is dus exact die passie die ook weerstand oproept. Hij wordt in de gaten gehouden door de mensen die rondom de tempel de touwtjes in handen hebben, de fariseeën. Ook door de Romeinen. Ja, we kennen die Romeinen, die zeggen toch altijd, geef het volk brood en spelen. Geloof hoort daar voor hen net zo hard bij. Het volk rustig houden. Ja, en Jezus past niet in dat plaatje. En zo ontstaat er een deal tussen de fariseeën en de Romeinen. Nee, Judas luister. Ja, en Judas, we zagen het al even, die heeft het in de gaten. Die heeft door dat hoe Jezus zich nu gedraagt, dat dat een probleem gaat worden. Judas. Jezus, iedereen staat nu achter ons. Ja. Dit is onze kans. Een nieuwe tijd. Maar alleen zal het ons niet lukken de nieuwe wereld van God te bereiken. Alleen als we samenwerken met de priesters en de fariseeën en de wetsgeleerden, dan gaat het ons lukken. Niet alleen. Maar samen. Samen hebben we een kans. Dan zal ons koninkrijk komen. Dan zal uw koninkrijk komen. Judas. Mijn rijk is niet van deze wereld. In mijn rijk is geen spel om de macht. Niet ik ben belangrijk, maar God, de Vader. Dat de mensen leven zoals Hij dat wil. Daar gaat het om. Judas, ik wil je een vraag stellen. En die vraag die geldt voor iedereen. Wie of wat is er koning in jouw leven? Wie of wat is er koning in jouw hart? Waar geloof jij in? En als je daar een antwoord op hebt gevonden of gekregen, doe dan wat je doen moet. Laten we naar de paasmaaltijd gaan. Judas, ik heb me zo verheugd om met jullie deze paasmaaltijd te vieren. Ja? Er staan grote dingen te gebeuren. Ja? Dingen die niet te stoppen zijn. En daarom ben ik zo ontzettend blij om met jullie deze maaltijd te vieren. Om nooit meer te vergeten, om mij nooit meer te vergeten. Kijk, net zoals dit brood zal ook mijn lichaam gebroken worden voor jullie. En kijk, deze beker met wijn, drink daar dadelijk allemaal van.
Want net als deze wijn zal ook mijn bloed vloeien voor jullie. Voor alle mensen. En blijf dit doen, deze maaltijd. En denk dan aan mij. En zo delen zij brood en wijn. En zoveel mensen aan deze tafel, zoveel gedachten. Maar één ding voelen ze allemaal. Ze voelen dat hier meer is. Ze voelen dat hier iets bijzonders staat te gebeuren. Ze voelen God. Brood en wijn gaan van hand tot hand. En daarmee gaan brood en wijn van hart tot hart. Als een kind van de wind en van de liefde, maar hij kende open blik. In de ogen van een vreemde, dans met de maan. Slij armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen. En als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Huil als het moet. Al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, het leven lief. Als de stormwind rolt en als de lente komt en als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Heb het leven lief. Als de storm in komt en als de lente komt, heb het leven lief. Pak de liefde vast en verlies haar niet. Heb het leven lief. Met je ogen dicht in het volle licht. Heb het leven lief. En wees niet bang. Wees niet bang. Zoals ik al zei, er gaan dingen gebeuren die niet meer te stoppen zijn. Zo zit degene die mij gaat uitleveren op dit moment hier aan tafel. Mijn dood is niet ver meer. Wat zegt hij nou?
Mijn dood is niet ver meer. Wat bedoelt hij? Dat zijn dood niet ver meer is? Wat bedoelt hij? Ik snap er helemaal niks van. En degene die hier aan tafel zit zal mij uitleveren. Waar is Judas? Petrus, kom eens. Petrus, de tijd komt dat het moeilijk gaat worden. En ik heb zo gebeden dat jouw geloof sterk genoeg zal zijn. Want eerst zul je me in de steek laten. Maar daarna, daarna echt, dan ga je mij bedienen. En dan moet jij de andere leerlingen gaan helpen. Ja? Maar meester, ik ben bereid om met u naar de gevangenis te gaan. En als het moet, zelfs samen met u te sterven. Ja. Petrus. 3 keer ga jij zeggen dat je mij niet kent. En dat gaat vannacht nog gebeuren, voordat de haan kraait. Dit gaat nooit goed komen. Hoe goed hij het ook bedoelt. Ik heb het hem nog zo gezegd. Alleen gaat dit niet lukken. Maar hij luistert niet. Alleen met dromen over vrede ga je de oorlog niet winnen. Dit gaat de Romeinse machthebbers echt niet toestaan. En die hoge heren in de tempel, die hebben hun keuze al lang gemaakt. Als we niet oppassen, dan wordt dit een bloedbad. Iemand moet iets doen. Laten we proberen dit met zachte hand op te lossen. Dan hoeven we dat niet met harde hand te doen. Iemand moet iets doen. En als die hoge heren uit de tempel nou ook nog een duit in het zakje doen, dan kunnen we er misschien ook nog iets goeds van maken. Maar durf jij het? Of jij? Of jij? Dus noodzoek het zelf. Verraad of wijsheid? De tijd zal het leren. Maar iemand moet iets doen. Ik zie ook wel in dat alles anders gaat dan hoe je het wilt of hoe je het had gedacht. En ik begrijp ook best dat jij het niet meer weet en hoe het nu is. Is niets wat jij verwachtte. Dus adem in en tel tot 10 of 11. Terwijl Judas zijn eigen duistere weg gaat, trekt Jezus zich terug in de beschutting van de nacht. Hij zoekt de stilte. Hij bidt. Want ook hij maakt zich zorgen. En terecht. Kun je hier klaar voor zijn? Is hij hier klaar voor?
De dreiging van het donker dat komt is verstikkend. Jezus zoekt, hij zoekt licht. Vader. Vader, u kunt toch alles? Kunt u dit niet voorkomen? Alsjeblieft, vader, alsjeblieft. Zeg me dat ik niet hoef te lijden. Vader. Als het dan toch moet, dan laat het dan gebeuren. Dan zal ik gaan. Maar vader, alsjeblieft. Alsjeblieft, hou me vast, want ik kan het niet alleen. Vader. Besef dringt door. Hij kan er niet omheen. Alleen doorheen. Dwars door de duisternis van verlatenheid en de dood. De stilte daalt in. En er is nog iemand die de stilte zoekt. Het is Maria weer. Deze stilte. Is dit de stilte voor de storm? En wat kan zij doen? Haar zoon is in haar gedachten, altijd. God, u kunt toch alles? Laat hem niet los. Als iedereen hem loslaat, laat hem niet los. En laat hem weten dat ik bij hem ben. Dat ik altijd bij hem ben. In mijn gedachten, in mijn hart en in zijn hart. Meester.
Jij verraadt mij met een kus? En jullie? Nee. Als voor een misdadiger zijn jullie erop uitgetrokken, terwijl ik iedere dag in de tempel was? Nee, je kunt gewoon mee. Is dit wat jullie voor kiezen? De duisternis van de nacht? We zijn er klaar. Nu. Judas. Jezus wordt meegenomen naar een plek waar de leiders van het volk bij elkaar zijn. Want ze zoeken naar een manier om hem veroordeeld te krijgen. Ze willen zijn dood. Want Jezus zit hen in de weg. Een gevaar voor de openbare orde, zo noemen ze hem. Nou ja, laten we wel wezen. Het gaat ze natuurlijk ook om hun eigen geriefelijk bestaan. En dit is dus ook zo'n moment van tegenslag. Want waar zijn nu die vrienden van Jezus? De een heeft hem verraden. En de andere? Ja, die zijn... Oh nee, niet allemaal weg. Alleen Petrus is er nog. Petrus volgt. Op afstand, dat wel. Maar hij moet en zal zien hoe dit af gaat lopen. Hé, hey, jij hoort toch ook bij de Jezus? Jij? Nee, ik hoor niet bij hem. Nee, ik ken hem niet. Zeg, jij bent toch een van zijn leerlingen? Ik een van zijn leerlingen? Nee, ik ken hem niet. Nee. Hey, jij daar. Jij bent toch ook een van die volgelingen van die Jezus? Ik hoor niet bij hem. Ik hoor niet bij hem. Hangman, houd toch op. Ik ken hem niet. Drie keer zul je zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht nog gebeuren, nog voordat de haan kraait. Ik ben een grote mond. Ik ben toch ook geen heilige. Ik ben geen haar beter dan de rest. Ik open mijn ogen en zoek om me heen naar iets dat ik herken. Ik herinner me niets van hoe ik hier ben gekomen of waar ik ben. Voor me een afgrond, achter me wat lijkt op een weg terug. Maar iets in het landschap dat zich hier ontvouwt, het laat mij niet meer los. De belofte aan jou. Diep is het water, je ogen waarin ik verdrinken zal. Hoog zijn de golven en wild is de zee waarin ik zeker zinken zal. Ik kijk over de rand naar beneden, de oneindige diepte in. Maar ik ben al mijn rijm en mijn redenen kwijt. En ik weet het is enkel een kwestie van tijd. Tot ik spring en ik val. En los diep met mijn hart voor jou. Hier met mijn handen laat ik het los in de hoop dat jij me vangt. Mijn principes opzij om mijn angst aan de kant. Doe ik wat ik nooit heb geduurd. Ik vergeet wat ik jarenlang dacht dat ik wist. Dus ik hoop dat jij ziet door de mist dat ik val hiervoor.
jou. De volgende ochtend zal Jezus voor Pilatus moeten verschijnen. En Pilatus is de Romeinse stadhouder. Pilatus is de man die een doodvonnis kan laten voltrekken. En Pilatus, die roept de leiders van het volk en het volk bij elkaar. Wij brengen u Jezus, de man die het volk in opstand brengt. Hij heet Jezus, maar hij noemt zich koning van de Joden. Dat kan niet. Hoe durft hij? U moet hem veroordelen. Jezus, men heeft jou naar mij toegebracht met de klacht dat jij het volk in opstand brengt. Jezus, zeg me, ben jij de koning van de Joden? U zegt het. Maar Jezus, heb jij dan helemaal niks tot je verdediging in te brengen? Zie jij dan niet dat ik je kan maken en breken? Jezus, zeg iets. Jezus, zeg iets. Hier sta ik. Ik kan niet anders.
wat is dit voor iemand? Hij brengt duizenden mensen op de been. Mensen volgen hem. Hij doet niemand kwaad. Ik zie geen schuld in hem. Wij gehoorzamen alleen de keizer. Hij ondermijnt het gezag van de keizer. Zeg het maar. Wat willen jullie? Wat moet ik met deze Jezus van Nazareth? Zeg het maar. Kruisigt hem. Wat willen jullie? Kruisigt hem. Kruisigt hem. Wat jullie willen zal gebeuren. Niet mijn wil. Maar jullie wil geschieden. Maar ik was mijn handen in onschuld. Ik zal je laten kruisigen. Weg. Vangt me voor ik val.
Jezus wordt veroordeeld tot het kruis. Een gruwelijke dood. Ze brengen hem naar de plek Golgotha. Een martelgang is het. Als hij echt niet meer verder kan, dan wijzen ze een vrijwilliger aan om voor hem het kruis te dragen. En ze slepen hem verder. Ja, ook nu staan er weer mensen langs de kant. Veel mensen langs de kant. Maar op een heel andere manier. Ze joelen. Ze lachen hem uit. Ze wijzen hem na. Gekruisigd. Mens tussen hemel en aarde. Is dit zijn bestemming? Iemand bijt hem toe. Wie hangt hier nu de koning uit? Verraden. Veroordeeld. Gemarteld. En aan het kruis geslagen. Is dat zijn lot? Zo komt het einde naderbij. Jezus die het uitroept. Vader. Vader. In uw handen leg ik mijn leven. Thank you.
hebben ze je aangedaan. Maar wat anderen ook van je mogen denken, mijn kind ben je en mijn kind blijf je. Afscheid nam ik niet. Kon ik niet. En is het dan nou gewoon voorgoed over en voorbij? Nee. Nee, voor mij niet. Voor mij blijft het einde open zoals jij het achterliet. Ik laat je niet los. Hoe zou ik al kunnen? Hart van mijn hart. Een einde. Want het kruis is niet het einde. We weten allemaal hoe het verder gaat. Het is bijna Pasen. Jezus staat op. En daarmee laat hij zien dat één mens het verschil kan maken. Het verschil tussen verraad of steun. Ook het verschil tussen verlaten worden of samen zijn. Het verschil tussen passief of passie. En in het geval van slecht nieuws, het verschil tussen bij de pakken neerzitten of er tegenaan gaan. Wanneer is jouw moment? Wanneer en voor wie maak jij het verschil? Er valt licht bij mij naar binnen. Ze staat naast me met haar tas. Alsof er iets open gaat. Iets wat er nog niet was. En dan denk ik, nee dan weet ik. Ook al is het nog maar klein. Het staat dus tegengehouden. Ik moet ergens anders zijn. Kijkt heel lang naar de wolken en dan kijkt ze naar mij, alsof ze nu iets nieuws ziet, alsof er